Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 10 mei. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Nou, laten we het maar heel even hebben over dat Songfestival. Gisteren natuurlijk heeft Nederland opgetreden. We zijn niet door naar de finale, maar dat is ook absoluut geen verrassing. Ik zat shownieuws te kijken en ze hadden het er al wel een beetje over hoe het allemaal was gegaan. Ja, ik heb het niet gekeken, maar dat had ik ook al natuurlijk aangegeven. Dat ik er ook absoluut geen behoefte aan had om ernaar te kijken. En ik had ook echt zoiets van, ja, omdat het voor mij, het was voor mij gewoon niks. Nou ja, goed. Ik moet wel zeggen, ik zag op shownieuws ook wat stukjes van andere optredens voorbij komen. Toen dacht ik, oké, er zijn dus echt nog wel landen die nog slechter zijn dan Nederland. Ja, ook echt wel vals zongen en zo. En toen op een gegeven moment kwam het nieuws. En toen was Frits Hufnagel, die was daar. Die zat al echt met zo'n sip gezicht. Toen zei ik, oh ja, we zijn niet door. Toen zei hij, nee, we zijn niet door naar de finale. En ja, goed, helemaal verwacht. En ook wel terecht, denk ik hoor. Want ja, dit kan gewoon niet. En ik heb ook echt zoiets, misschien moeten we gaan nadenken of we überhaupt nog weer mee willen doen met het Songfestival. En als we blijven meedoen, dat we dan volgend jaar toch echt wel eens even beter moeten nadenken. Misschien moeten we toch weer een bekende artiest gaan sturen en gewoon een beter nummer komen. Maar goed, dat is mijn mening. Ik had een mailtje gekregen van T-Mobile en daar baal ik een klein beetje van. Ik krijg vanaf 17 mei krijg ik dus T-Mobile TV, dat is nieuwe T-Mobile TV. Ik heb nu nog een kastje die op kan nemen op het kastje, maar dat gaat dus straks allemaal naar de cloud. Dat betekent dat je ook al je opnames kwijt wil zijn. Dus als er nu nog dingen zijn die je terug wil kijken, moet je dat dus ook gaan doen, want 17 mei is alles weg. Dus ik heb nu besloten, ik heb best nog wel dingen die ik wil gaan terugkijken, dat ik dan maar eventjes die dingen ga terugkijken in plaats van even een Netflix-serie uit te zoeken. Ik heb vanavond de laatste aflevering van de Netflix-serie en wil ik sowieso natuurlijk die Price of Glee terugkijken nog, want anders ben ik dat straks allemaal kwijt en dat kan ik gewoon niet meer herbekijken. Gisteravond heb ik gekeken naar Dag en Nacht, een hele mooie aflevering. Het was wel heel grappig, mijn moeder was ook wat later begonnen met deze serie en die heeft de afgelopen dagen heeft ze best wel gekeken. En mijn moeder is dus normaal iemand die kan dus... Het spijt me dat ik dat niet kon doen. Ik vroeg jou niks, Siri. Die dus meerdere afleveringen achter elkaar kijkt, die heeft dan naar één serietje zoiets, die vindt wel goed. En gisteravond heeft ze van deze serie wel twee afleveringen achter elkaar gekeken. Dus ja, dat houdt ook wel in dat mijn moeder dat ook wel heel mooi vindt. Daarna heb ik eventjes al een deel van Kopen zonder kijken gekeken, dat was ook wel weer mooi. En toen ben ik de video in elkaar gaan zetten en heb ik, mijn vlog heb ik afgemaakt en heb ik mijn foto's bewerkt. Ik moet er nog een paar, ik moet nog even één nieuwe maken. Dus dat, toen ben ik mijn Netflix serie gaan kijken. Super spannend, zoals ik net vertelde, de laatste aflevering vandaag. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het allemaal tot zijn einde komt, want ik zat er echt heel lekker in. En daarna nog even Vrouwenvleugel, horloges trouwens ligt, dat is wel vervelend. Vandaag op de planning. Ik ga gewoon de woonkamer doen. En ik moet eventjes mijn nieuwe, of mijn dekbed even verwisselen. Want ik slaap echt niet meer. Deze is echt te warm. Ik slaap echt niet goed. Ik kom gewoon amper in slaap omdat het zo warm is. Dus ik ga hem gewoon alvast omwisselen. En dan vrijdag verschonen. Dan de woonkamer doen. En ik heb voor jullie nog eventjes gefilmd dat ik de laatste kleurkaart heb gemaakt van de stempels. Dus dat ga ik jullie even laten zien. Maar ik ga eerst even met jullie mijn nieuwe spel uitpakken. Want die is binnengekomen. Dus die ga ik ook eventjes laten zien. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan ga ik eventjes lekker aan de gang. En ga ik ook even alle roosters opengooien. Want de roosters zitten hier nog dicht. Die ga ik nu even allemaal lekker opengooien. Want dan wordt het ook eventjes weer iets aangenamer in huis, hoop ik. Oké, een hele grote doos voor zo'n klein spelletje eigenlijk, want het is meer doos dan game. Maar oké, ik had verwacht dat die in een enveloppe zou komen zoals altijd. Dat is niet gebeurd. Nou, we hebben natuurlijk weer een hele hoop van die blaadjes. En bedankt dat je besteld hebt. Hij komt bij de Mediamarkt vandaan en weer zo'n envelopje. Maar het gaat natuurlijk om de game. Oh, wel heel netjes. Er zit wel een retour etiket ook bij. Switch. Nou... Welke game heb ik gekregen? Ik had dus een game gekregen van mijn moeder, had ik de vorige vlog al verteld. Ik had hem dus online besteld, Nathan had hem al in de winkel gehaald. Maar ik heb geen winkel in de buurt die dus games verkoopt. Dus ik heb hem dus besteld. En ik heb nu Disney Magical World 2. Dat is deze. En dit is heel erg leuk, want hier waan je dus in de Disney wereld. En kun je dus met de Disney figuren, die kom je dus tegen. Ik zie hier bijvoorbeeld al...
Elsa en Van Rozen. Oh. Hij heeft er een beetje moeite mee. Ariel met Botje. Maar de rest ken ik nog niet zo. Maar ik zag een foto van Nathalie. Oh ja, Minnie en Mickey natuurlijk. Die was al met Goofy bezig. Dus ik ga hem van het weekend lekker spelen. Ik vind hem echt heel leuk. Dat is wel heel bijzonder. Want deze game die kostte in de winkel 30 euro. En als je hem in de shop kocht van de Switch, betaalde je 50. Dus dat was wel heel gek. Maar ik ben er in ieder geval super blij mee. Dus die ga ik lekker spelen. Ik heb alleen geen plek meer om het doosje neer te leggen. Dus ik zit eraan te denken om even op zoek te gaan naar nog een houder voor de games. Maar in ieder geval een leuke nieuwe game. Daar is heel erg blij mee. Dus het is echt super lief van mijn moeder dat we die hebben gekregen. Goed, ik ga nu aan de gang. En jullie mogen kijken naar het stempelkaartje die ik weer heb gemaakt. De laatste kleurkaart ook af met deze stempels dus. Dus die ga ik even laten drogen. Dan kan hij ook lekker weer de map in. Dus daar ben ik wel weer blij mee dat hij er ook op zit. Zo, ik ben weer lekker klaar. Het was heel fijn. Ik heb alles weer lekker gedaan. En daar word ik gewoon altijd heel erg blij van. Het was echt heerlijk. Dat was gewoon echt heel fijn. Dat het gevoel gewoon dat alles weer lekker schoon is, vind ik altijd zelf heel lekker. Ik heb alle roosters weer opengezet, dus er komt ook weer wat meer frisse lucht binnen. In de winter heb ik ze meestal dicht, omdat ik ook merk dat er heel veel kou doorkomt als het winter is. Maar nu heb ik ze lekker open. Kijken of de temperatuur nu ook zakt. Ga ik niet echt vanuit hoor. Het zal heel bijzonder wezen. Nee, 20,5. Dus op zich. Dat is lekker. Ik heb mijn zomerdekbed er lekker op gegooid. Ja, dat was ook wel heel fijn. En ik keek net eventjes op mijn kanaal.
En dit is het resultaat. Ik heb de 800 abonnees binnen. Dus ik ben weer heel erg trots. Ik ben er heel erg blij mee. Dank jullie wel dat jullie allemaal nog zo massaal naar mij kijken. En zulke lieve reacties achterlaten. En dat ik nog steeds mag groeien. Want ik word er heel blij van. Ik vind het echt superleuk. Nou ja, goed. Dus ik hoop in ieder geval dat ik vannacht dan ook iets beter zal slapen. Nu het zomerdekbed erop zit, winterdekbed gelijk opgeruimd. Dat is top. Dan ga ik vannacht eventjes het sprei draaien. In de wasmachine is die morgen klaar. Dan hoef ik die ook niet meer. Die gaat er dan ook niet meer op. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond kijk ik Steenrijkstraat Arm. En ga ik even Slechtje Weer van Nederland terugkijken. Er begint ook een nieuw seizoen van Het Perfecte Plaatje. Dat heb ik dan even opgenomen. Dat probeer ik dan deze week nog even terug te kijken. Want dat vind ik ook altijd wel leuk. Voor de rest ga ik eventjes mijn blogpost schrijven. Ik moet dus nog even één nieuwe video of één nieuwe foto maken. Dan ga ik lekker even een thumbnail maken en een vlog inplannen. En dan ga ik daarna mijn allerlaatste aflevering van Steekloos kijken. En ik ben zo benieuwd naar het einde. En dan nog even Vrouwenvleugel. En dan is het ook weer tijd om lekker naar bed te gaan en lekker te gaan lezen. Dus dat is de planning. En van het weekend ga ik lekker mijn nieuwe spel spelen. Want dat vind ik gewoon lekker voor zaterdag en zondagavond. Gewoon heerlijk om dan lekker cozy op de bank met mijn nieuwe game. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ben er echt super blij mee. Ik ga jullie in ieder geval dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik heb nu verder toch niks meer te vertellen. Dan dat ik eventjes wat ga drinken omdat ik een droge keel heb. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 11 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond Steenrijkstraat Arm gekeken. Ik vond het zelf wel een mooie uitzending. Maar ik las dus straks wat reacties van mensen die zeiden dat dit om een dropshipper zou gaan, deze man. Die zou dus... hij had dus verschillende webshops, die rijkman. En die zou dan dus zijn spullen heel goedkoop inkopen vanuit het buitenland. Dus dan moet je denken aan China en zo. Het in Nederland al voor een duurdere prijs doorverkopen. Dat zou in Radar geweest zijn. Ik weet niet in hoeverre dat klopt. Ik heb Radar nooit gezien. Ik kende deze man ook niet van gezicht of zo. Dus ja, ik weet het niet zo goed. Ja, als dat wel zo blijkt te zijn, denk ik wel dat SBS weer een flinke fout heeft gemaakt. Maar dat merk ik de laatste tijd wel vaker. Toch mensen aan meedoen dat je dan uiteindelijk denkt, er klopt iets niet. Maar goed, dat weet ik dan verder niet. Daarna heb ik even Slechts Chauffeur van Nederland gekeken. En als het goed is nog twee afleveringen is het ook weer klaar. Er gaan wel weinig mensen naar huis. Maar ik moet ook zeggen dat ze vorige week iemand wegstuurden waarvan ik dacht, mag zij weg? Dat had ik niet helemaal zien aankomen. Maar goed, ik heb nog even een spel gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Ik had even nog een paar foto's. Die moest ik nog even werken. Dat was klaar. Toen heb ik ook eventjes de thumbnail gemaakt en de vlog ingepland. Toen ben ik een Netflix-serie gaan uitkijken. En wauw, dit einde had ik serieus niet zien aankomen. Het was zo'n einde die je gewoon niet verwacht. Dus dat geeft je dan wel een soort van... dat geeft een soort swing in dit programma die je dan zelf niet ziet aankomen. En dat vond ik wel heel bijzonder zelf. Maar ja, ik vond het wel een aanrader. Steekloos was dat dus. En daarna nog even Vrouwenvleugel. Toen ben ik naar bed gegaan en mijn boek gaan lezen. In eerste instantie vond ik het wel lekker in bed. Want ik dacht, oh ja, ik merk inderdaad nu dat het dekbed wat lichter is. Ik had voor mijn gevoel het ook gewoon iets frisser. Maar dat vond ik prima. Maar toch, ik heb niet goed geslapen. Want ik heb nu de roosters openstaan. Je hoort veel meer geluiden van buiten. Ik werd op een gegeven moment gewoon wakker. Ook van de wasmachine, want die had ik ingesteld. Voor vannacht. Dus die ben ik ook al een keer van wakker geworden. Dus het was niet fantastisch. Maar goed. Ik heb nog niet gehoord hoe laat mijn coach er is. Dat is nog eventjes afwachten. Dus ik ga zo gewoon nog even wat dingetjes doen. Het is natuurlijk vandaag weer de boodschappendag. Ik heb ook nog niks gehoord van de terstal. Dus ik denk dat ik daar wel eventjes naar binnen loop om te vragen of die broek binnen is. Want ik heb zo'n idee dat het mis is gegaan. Die vrouw die wist al niet hoe ze mijn voornaam moest spellen. Mijn achternaam heb ik nog wel voor de gespeld, maar ik weet dat bij heel veel mensen gaat dat mis. Want heel vaak, heel veel mensen zetten bij mijn achternaam er een extra lettertje in die er niet in hoort. Nou, jullie kennen mijn achternaam ook niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar ik heb het idee dat het daar is misgegaan, ondanks dat ik hem wel gespeld heb. En dan gaat het heel vaak mis. Ja, dan komt een e-mail natuurlijk ook niet aan, maar ik heb ook geen berichtje gehad. Ik zou ze natuurlijk eventjes kunnen bellen of het binnen is, dat kan ik wel eventjes doen.
Maar goed, dat dus. Ik ga ja, nu gewoon even wat dingetjes doen. En dan neem ik jullie nog wel even mee met de boodschappen. Dus ik ga gewoon even stofzuigen en dan maar even wachten tot mijn coach appt. Hier achter mij wordt gegeten. Hey! Maar er wordt natuurlijk weer van muizenbak meegegeten. Dus dan moet ik weer eventjes in de gaten houden. Het viel op zich nog wel mee qua drukte. Volgende week is het natuurlijk ook weer een andere dag. Omdat je volgende week heb je hemelvaart. Ik zal even boodschappen laten zien. Ik had mijn broek opgehaald. Ik had dus gebeld. Ja, is die broek binnen? Ja, ja, die is binnen. Ik denk nou, fijn dat ik even een berichtje krijg. Ja, het is gewoon dezelfde dus, maar dan in een maatje S. Dus ja, helemaal top. €20 was die dan. Dus dat is helemaal goed. Dan had ik voor mijn moeder even een kaartje op de bus gedaan voor moederdag. Ik heb de grote opgezet zondag pas openen. Ik kom zelf zondag niet bij mijn moeder. Ik heb wel al cadeautjes binnen, maar die geef ik dus als we elkaar zien. Ik heb een zakje aardappeltjes. Crunchy frietjes, die waren in de aanbieding. Toen heb ik fresh mints gehaald. Dit waren 6 van deze dingen voor €1. Tiktakjes zijn altijd wel lekker om gewoon een keer tussendoor een keertje je mond te nemen. Toetjes. Dan heb ik weer Skimpy meegenomen. Die was weer in de aanbieding. En ik heb nu weer de sinaasappel erbij. Die vind ik zelf heel lekker. En dan ook weer de bosvruchten. Dat was echt super dom. Want ik had spekjes zullen kopen bij de boning. En dat ben ik gewoon vergeten. Ik was gewoon niet helemaal bij mijn hoofd. We hebben weer bakboter. Spekjes. Bonen. Die waren nu maar €2 bij de Lidl. Chocomel, keukenpapier, 2 keer Dreft, dat was nu 1 plus 1. Ik heb de platinum en de, ja, het zijn allebei platinum. Maar dit is gewoon de originele en dit is met citroen, zeg maar. Dus dat. Ook even een fles van Cranberry Classic meegenomen. Dit spul helpt heel goed als ik wel eens het gevoel heb dat ik last heb van mijn blaas. Dan neem ik hier een paar glazen van en dat wordt heel zuur. Dus dat is heel fijn. Hamburgers voor straks. Een pakje gehakt. Die moet ik eigenlijk morgen al even draaien, de gehakt ballen. Want het gehakt is maar tot zaterdag goed, dus we moeten ballen alvast draaien. Slavinken. Nou, ik heb een broccoli gekocht, daar schrok ik van, jongens. Ik had een broccolietje van 368 gram en hij kostte gewoon €1,40. Dat vond ik best wel duur. Ik heb deze kattenvoer nu gehaald van Koshiba. Ze hadden nu weer van die, deze dozen bij Lidl. Een pakje frikandellen. Een opschuimmelk. En ik moet even niezen. En ik heb het gedaan bij de Lidl. Een waterkoker. De roze waterkoker. Ik had ze al zien staan. En mijn waterkoker is al best wel oud. Die is niet meer een van de beste. Het is een waterkoker ook gewoon van de Action. En werkt op zich prima. Maar ik merk wel dat de kwaliteit gewoon al wat minder wordt. Dus ik dacht, ja, zul je net zien dat hij het binnenkort begeeft. En dat ik dan geen roze meer kan vinden.
Dus ik wacht wel even tot deze kapot gaat. Maar dat duurt niet zo heel lang meer. Heb ik zo het vermoeden, dan kan ik deze gebruiken. En dit is eentje van Stainless Steel. Je had heel veel van zilverkers van het roze spul. Maar ik heb dus deze genomen. Ik krijg 3 jaar garantie. Hij is ook... hier kan best wel veel in. En er zit ook een vrij lang snoer aan. Dus ja, ik vond hem wel heel mooi. Dus ik heb hem gekocht. Dat gunde ik mezelf wel. Dit waren alle boodschappen. Dus ik ga dit even opruimen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer goede tijden en meester Frank Visser. En dan denk ik dat ik even het perfecte plaatje terug ga kijken naar meester Frank Visser. En nog even een game doen. Dan ga ik mijn foto's bewerken. Vanavond kijk ik dus een tweede aflevering van De Prijs of Glee. Wat ik had verteld, omdat ik dus wat opnames moet terugkijken voor volgende week vrijdag. Dus dat wil ik dan allemaal wel gedaan hebben. En daarna ga ik Vrouwenvleugel kijken en dan lekker naar bed om mijn boek te lezen. En hopelijk ga ik dan een betere nacht tegemoet, omdat ik nu de laatste nachten niet zo fantastisch slaap. Dus dat ga ik hopen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 12 mei. Ik ben klaargemaakt. Gisteravond heb ik meester Frank Visser zitten kijken. Ja, wat was dit bizar, jongens. Het ging over een pannenkoekenrestaurant. Dat was verkocht. Het was overgenomen door een jonge dame eigenlijk. Die wilde daar een ander restaurant van maken. Maar eigenlijk had ze de financiën niet helemaal. Dus die stond voor 50.000 euro te kopen. Ze had een bod gedaan van 25.000. Nou, dat is uiteindelijk geaccepteerd. Toen heeft ze 18.000 betaald. En de overige 7.000 zou ze dan in termijnen doen. En toen heeft ze in één keer een mailtje opgesteld naar die mensen van... ja, ik ga dit niet meer betalen, want het was heel smerig. En ook de inboedel heb ik super slecht kunnen verkopen. Dus er was in één keer volgens haar van alles los. Ze had ook wel foto's van hoe het eruit gezien zou moeten hebben. Er hadden muizen gezeten. Ongedierte kwamen er onder zo'n pannenkoekendraaimachine vandaan. Nou, ik weet het allemaal niet. En uiteindelijk kon ze die inboedel dus veel minder goed verkopen. Nou ja, ik weet niet. Ze kwam mij ook heel zenuwachtig over. Ik vond haar ook niet echt een ondernemend type. En ze kwam met allemaal rare excuses. En uiteindelijk bleek dus dat ze van tevoren al wist dat ze die inboedel minder goed zou kunnen verkopen. En dat ze uiteindelijk toch haar handtekening heeft gezet. Want ze had natuurlijk niet hoeven tekenen. Dus ik vond het wel meer dan terecht dat meester Frank Visser heeft gezegd, je moet gewoon betalen. Dus eigen schuld, dikke bult. Moet je maar niet tekenen als het niet goed voelt, denk ik dan. Daarna ben ik even begonnen met het perfecte plaatje en heb ik nog even een spel gedaan. Was wel leuk. Het speelt zich nu af in het buitenland. Ik vind het normaal in Nederland wel leuker, om moet ik zeggen, omdat dat wat meer bekend is. Maar op zich was het wel leuk om weer naar te kijken. Toen heb ik mijn foto's bewerkt en daarna ben ik de tweede aflevering van De Prijs of Glee gaan kijken. En ik was bij de eerste al zo geschokt en bij de tweede ben ik dat nog meer. Dit gaat ook vooral nog weer even verder bij het overlijden van Corrie Monteith. En dat ze gaan dus naar de plek waar het allemaal heeft afgespeeld. Waar hij dus daadwerkelijk overleden is. En hij zou dus in april zou hij weer uit een afkeerkliniek zijn gekomen. En toen is hij in juli dus afgereisd naar Canada. En eigenlijk vonden ze dat al niet zo'n goed idee. En daar is hij ook al vrij snel weer gespot met wat alcohol in de hand. Met een biertje en dat soort dingen. Dus eigenlijk, ja, het haalde ook niet uit, zeg maar, dat afkicken steeds. Maar ja, goed, hij heeft het wel geprobeerd, maar het is gewoon eigenlijk niet gelukt. En ik, ja, wat ik de vorige keer ook al zei, die serie, de druk, het is hem gewoon allemaal, denk ik, te veel geworden. En dan hoor je ook nog eens dat er achter de schermen dus ook heel veel mensen in korte tijd zijn overleden. Een paar die zelfmoord hebben gepleegd, een paar anderen die een hartstilstand hebben gehad, die nog vrij jong waren. Dus ja, je weet gewoon dat die serie gewoon echt wel een heel veel druk heeft gehad. Ook zie je nog wel een klein stukje van Rivera al. Dat haar vader aan het woord is. Maar ik denk gewoon dat het bij deze twee eigenlijk gewoon... Bij Naya Rivera ga ik ervan uit dat het gewoon eigenlijk super stom ongeluk is geweest. Ja, ze mocht er eigenlijk ook niet zwemmen, maar ze heeft het al heel vaak gedaan. Ja, en deze keer ging het niet goed.
Ja, maar die andere jongen denk ik gewoon dat hij toch niet zag zitten om misschien in de gevangenis te gaan zitten. Omdat het in die landen natuurlijk nog zwaarder is voor wat hij had gedaan dan wat wij in Nederland kennen. Volgens mij is het in die gevangenis ook wel heel zwaar. Maar goed, dat is mijn conclusie. Ik ben wel heel benieuwd naar de laatste aflevering. En daarna nog even Vrouwenvleugel gekeken en mijn boek gelezen. Ik ga nu lekker de slaapkamer doen. Ik ga eventjes de gordijnen daar ook wassen. Dus dan ga ik eventjes lekker aan de gang. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ga muziek aanzetten. En dan ga ik eventjes lekker wat doen. Want des te eerder ben ik klaar. En ik heb wel zin om weer lekker mijn bed ook te verschonen. Dus tijd om even aan de gang te gaan. Ik ben klaar. Ik ben echt helemaal moe. Ja, de slaapkamer is eigenlijk te pittig. En ik kreeg van jullie ook al hele lieve tips van doe rustig aan met je pols. En probeer je eigen grenzen niet te overschrijden. Maar ik vind het zo moeilijk. Want dan weet ik gewoon, ik wil die slaapkamer gedaan hebben. Maar het viel me zo tegen. En vooral met dat bed verschonen. En dat lukte niet. Nou, dat was echt wel heel pittig. Dus ik ben nou ook wel weer goed zat. Maar ja, goed. Ik heb het in ieder geval nu klaar. Dus dat is wel fijn, nog even zo het water weggooien en dan kunnen de emmers terug. En dan ga ik eerst even wat drinken, want ik heb best wel dorst. Nou ja, ik ga dan zometeen eerst nog even lekker relaxen als ik dat heb opgeruimd. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Nou, vanavond lekker Flikken Maastricht kijken, heel veel zin in. En even het laatste deel van het perfecte plaatje. Ik denk nog wel even een spel spelen. Dan ga ik even mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Dan ga ik verder met de allerlaatste aflevering van The Price of Glee. Ik ben heel benieuwd wat de laatste aflevering zal brengen. Dus ja, dat ga ik doen. En daarna ga ik de Meiden van de Herengracht kijken. Dus dat is eigenlijk de planning. Dus verder niet heel bijzonder, maar prima. Ja, ik ga je dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan even lekker relaxen. Want ik merk gewoon dat ik echt wel heel erg moe ben. Dus ja, dat ga ik eventjes lekker doen. Even de laatste dingen opruimen en dan even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan ook gewoon zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 13 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik heb gisteravond weer heerlijk gekeken naar Flikken Maastricht. Het was echt weer heel erg fijn dat het er weer was. Ik had het wel gemist. We zijn wel bijna een beetje aan het einde van het seizoen. Daar komen we steeds dichterbij, maar het is wel heel leuk, want er komt dus eigenlijk wel weer in plaats van Flikken Maastricht ook een nieuwe serie. Het zou een beetje Penosa-achtig zijn en ik vind dat zelf wel heel leuk, want ik heb dan altijd ja, een beetje het gevoel alsof je na zo'n serie in een soort van gat valt, omdat er dan even niks meer is. Maar het is wel heel leuk dat ze dat dus nu gaan uitzenden. Dus daar ben ik ook al heel nieuwsgierig naar, maar dat is pas vanaf, moet ik eventjes kijken hoor, of het nou 24 mei was. Moet ik eventjes kijken of dat klopt met de agenda, want dat weet ik dus niet 100% zeker. Nee, 26 mei is dat. Dus dat betekent dat we nu nog twee keer flikken. Nee, nog maar één keer flikken hebben. Oh,
Nou ja, goed. Dat dus. Ik heb daarna even het perfecte plaatje afgekeken. Het speelt zich nu dan af in het buitenland. En wat ik zelf wel heel bijzonder vond, is dat ik dacht dus eigenlijk dat dit opgenomen was voordat Rick Brandsteder in rehab ging. Maar dat is dus daarna opgenomen. Dus hij was hier al helemaal weer afgekikt en zo. Want hij heeft daar gezeten voor het drankprobleem. En dat was dus ook in Zuid-Afrika. Maar ik dacht dat dit daarvoor was opgenomen. Het was dus daarna. Dus dat was wel leuk om te zien ook. Dat iemand dan weer helemaal goed in zijn doen is en zo. Toen heb ik mijn blogpost geschreven en de video in elkaar gezet. Dus dat was ook verder prima. Toen heb ik de allerlaatste aflevering van de Prijs of Glee gekeken. Ja, en ik ben wel heel eerlijk. Ik heb wel een heel ander beeld gekregen na het zien van deze documentaire over de serie Glee. Want ik heb er altijd wel heel erg van genoten. Maar als ik dan zie wat er allemaal toch wel gebeurd is, dan denk ik toch wel van. Ja, dat ik toch wel echt het gevoel heb dat er wel een vloek op deze serie rust. En dat het voornamelijk ook wel heel erg om één persoon heeft gedraaid. En dat is gewoon heel jammer. Dus kijk, ik kan het ook niet meer terugzien. Ik heb daar zelf ook de behoefte niet naar. Maar ik zou ook niet meer zo enthousiast worden, zou ik nu iets van Klee zien. Omdat ik nu weet hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Dus ik vond het wel heel chockerend. Nou, daarna heb ik nog eventjes de Meiden van de Herengracht gekeken en ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Ik ga zo even wat kleine dingetjes doen. Ik wil boven nog even wat proberen te doen, zover dat lukt. En ik moet even het bonnetje wil ik inscannen van de waterkoker. Dat vind ik wel belangrijk. Maar ik heb voor jullie eindelijk gefilmd toen ik mijn restaurant game aan het spelen was. En dat ga ik jullie even laten zien. Voor de mensen die dat leuk vinden. Als je het niet leuk vindt, spoel het gerust door hoor. Maar ik vind het wel leuk om jullie even een kijkje te geven bij deze game. Want ik vind hem zelf echt super leuk. Dus dat ga ik eventjes jullie laten zien. Dan ga ik even wat kleine klusjes doen. Thank you.
Zo, ik ben klaar. Ik heb wel lekker het een en ander kunnen doen. Nog even in mijn blog en YouTube boek kunnen werken. Dus dat was op zich wel fijn. Bonnetje even ingescand, dus dat is ook fijn. Verder nog wat opruimklusjes. Dus ja, ik heb het wel geprobeerd een beetje rustig te houden. Omdat het gisteren best wel pittig was met de slaapkamer doen. Maar ja, het is op zich wel redelijk gelukt wat ik zo bedenk. Dus dat is allemaal wel fijn. Ik ga nu zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je wel het jachtseizoen, maar het is geen nieuwe aflevering in verband met het Songfestival. Maar ik ken deze nog niet, dus ik ga hem wel kijken. En je hebt ook nog Oh Wat Een Jaar, maar ik moet even kijken of dat een nieuw is. Anders kan ik die nog even opnemen, maar dat weet ik dus niet. Daarna ga ik denk nog wel eventjes lekker... Oh ja, dat ga ik zeker doen. Ik ga lekker mijn nieuwe game spelen vanavond. Daar heb ik zoveel zin in, mijn Disney-spel. Echt superleuk. Dan ga ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten... Nog even wat terugkijken en verder met Meiden van de Herengracht. En dan ga ik lekker mijn boek lezen. Ja, het was op zich wel prima middagje zo. Dus dat is wel fijn. Inmiddels is het ook weer een beetje bewolkter. Dus nou ja, goed. Verder prima. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 14 mei. Dat betekent dat het moederdag is. Ik ben gewoon thuis. Ik ga niet naar mijn moeder toe. Omdat dat gewoonweg niet lukt. Ik heb wel een kaartje gestuurd. Die vond ze superleuk. En ik heb al wel cadeautjes binnen. En als mijn moeder ziek, krijgt ze die gewoon. Maar dat ligt er even aan wanneer... of dat ik haar zie. Want dat ligt eraan wanneer de baby geboren wordt. Zie ik haar, dan krijgt zij ook haar moederdag cadeautjes. Maar het kaartje vond ze al super leuk in ieder geval. Ik heb Ajax aanstaan. We spelen tegen Groningen. We spelen uit. We moeten dit winnen om in ieder geval nog in Europa te blijven. Dus ik hoop het. Ik weet ook niet hoe Groningen ervoor staat. Het is wel op stream. Want de wedstrijd van Feyenoord wordt uitgezonden op de gratis zender. Want die kunnen natuurlijk vanmiddag kampioen worden. Ik ga ervan uit dat dat ook lukt. Ze hebben Go Ahead Eagles. Al hoop ik ergens wel dat Go Ahead nog wint. Gewoon om Feyenoord nog even te laten bungelen. Ze worden kampioen, sowieso. Maar om het nog even een weekje uit te stellen. Ja, zo ben ik dan ook. Maar goed, in ieder geval hopen dat Ajax wint. Over winnen gesproken. Ik heb gehoord dat Zweden het Songfestival heeft gewonnen. Verbaast me ook niks. Ik zei van de week al tegen mijn moeder. Ik zeg, ik denk dat Loreen het wel wint. En zij deed dus mee voor Zweden. Ze heeft natuurlijk al een keertje meegedaan met het liedje van Euphoria. Nu had ze een liedje dat volgens mij Tattoo heette. Ik had wel het idee dat zij heel veel veranderd was dan jaren geleden. Ik had het idee dat ze het een en het ander aan haar gezicht had laten doen. Maar dat is gewoon mijn idee. Ik weet niet of dat zo is. En ze had ook heel veel tatoeages nu op haar handen. En ja, dat is, als iemand dat mooi vindt, is dat prima. Ik hou daar zelf niet van, tatoeages op armen of op handen, sorry. Maar goed, dat is gewoon ieder voor zich. En als je dat mooi vindt, moet je dat doen. Maar mijn ding is dat niet zo. Gisteravond heb ik gekeken naar het jachtseizoen. Dat was dus wel een herhaling. Alleen ik kende hem nog niet. Want ik kijk nog niet zo heel erg lang. Dit was met Peter Gillis en Rob Geus. Ja, het was een makkie om voor hun te winnen. Want ze zaten gewoon constant in een auto. En ze hadden een beetje shortjes weg te werken. En nou, weet ik veel wat allemaal. Dus voor hun was het een makkie. Dat hadden ze gered. Daarna ben ik lekker mijn nieuwe spel gaan spelen. Was super leuk, een Disney spel. Was wel even inkomen, want het is een Engels spel. En ik ben niet zo heel goed in Engels. Maar op zich is het wel makkelijk Engels. Dus op zich is het makkelijk te begrijpen. Dus het was wel heel leuk om daarmee te beginnen. Daar heb ik wel echt van genoten. Was wel echt super leuk om te doen. Toen ben ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. En heb ik toch nog Arcadia een kans gegeven. Het is natuurlijk heel lang op tv geweest. En ik vond de eerste aflevering niet zo. Ik dacht, nou, ik ga toch nog wel een kans geven. Omdat heel veel mensen toch wel lyrisch waren. Dus ik ga wel even kijken hoe ver ik dat nog kan uitkijken. Voordat woensdag wordt natuurlijk volgens mij die band gewist. Dacht ik, dat ga ik wel zien. En daarna nog even de Meiden van de Herengracht. Dat was ook wel leuk. Maar ik heb toch ergens het idee dat ik het al een keer gezien heb. Maar dat weet ik dus niet 100% zeker. Ik ga zo gewoon even de groenten afhalen en even stofzuigen. En dan ga ik straks wel gewoon foto's maken. Dat zal ik straks even laten zien, want ik ga fotograferen. Dan ga ik ondertussen even Ajax kijken. Maar er gebeurt nog niet zo heel veel op het veld. Dus het is nog een beetje saai.
En de stream die loopt ook achter, want ze zijn eigenlijk al 8 minuten aan het spelen. En ik zit pas op 4 minuten 46, dus maakt niet uit. Ik zal straks de fotospullen laten zien, maar ik ga nu eerst gewoon even wat dingetjes doen en Ajax kijken. Ik heb inmiddels even de fotospullen gepakt. Ik heb hier een Super Prime Mascara Base van Marc Cartier, waar ik wel benieuwd naar ben. Dan heb ik hier een Soft and Precision Lip Pencil die er dus uitgaat in de kleur 23 Popular. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. En ik heb het PS Starry Eyes oogschaduwpaletje van de Primark. Dus hier ga ik mooi even foto's van maken. Ik had net echt een onwijs grote wes boven. Dus ik was heel erg bang. Maar toen ik met de vliegmerpen kwam om hem eventueel dood te slaan, toen kon ik hem niet meer vinden. Dus ik weet niet waar die vandaan komt. Maar het loont ook wel een beetje om alweer die ventilator aan te zetten. Want het is hier echt super warm. Maar goed, ik moet maar eventjes kijken. Maar in ieder geval, dat is weer klaar. Nou, ik had even gezellig met mijn moeder gebeld. Die had blijkbaar al een berichtje gestuurd, maar die kreeg maar één vinkje. Maar ik kwam, het was een beetje raar. Ik was muziek aan het luisteren, want in één keer vloog... En toen in één keer, toen wilde die niet meer verder. Toen ging hij niet meer naar de speaker, dus ik weet niet precies wat er aan de hand was. Ik moet wel zeggen, ik had eventjes een handwas erin gegooid, want ik had even de gordijnen erin gedaan met de kleden. Dat ging dus, maar toen had ik hem op de verkeerde stand, dus die moest ik even uitzetten. En dat ging allemaal even niet goed met de stroom en zo. Ajax. De wedstrijd van Ajax die is eigenlijk na een aantal minuten al gestaakt. Ik zat er wel lekker naar te kijken, maar op een gegeven moment wordt er vuurwerk het veld opgegooid. En ik dacht in eerste instantie dat het rookbommen waren, dat bleek vuurwerk te zijn. Komt iemand het veld opgelopen met een spandoek in de hand. Dus ja, iedereen moest natuurlijk naar binnen, want zo zijn de nieuwe regels. Ze besluiten na een kwartier toch weer te hervatten. Je ziet nog wel heel veel van die zwarte plekken in het veld. Ik weet dus niet of ze bij Groningen echt of kunstgras hebben. En eigenlijk, ze zijn nog niet eens onderweg of er wordt weer vuurwerk gegooid. Toen is er besloten om de wedstrijd definitief te staken. Dus die moet dan nog wel een keer weer gespeeld worden, alleen dan zonder publiek. Ik wil vanavond wel even een stukje bij sporten nog van zien, want het was niet allemaal niet... De accu was leeg, dus ik moest even met mijn telefoon verder filmen. Maar het was allemaal niet heel duidelijk. Het blijkt wel iemand van Groningen te zijn geweest die heeft gegooid in verband met degradatie. Waar ze tegenaan, of dat ze zijn gedegradeerd. Dus dat was allemaal niet zo heel erg lekker. Maar goed, ja, dat was wel vrij heftig. Ik dacht eigenlijk dat Feyenoord om 2:30 al moest, maar die speelde pas 4:15. Dus nou ja, goed. Die stonden straks al wel voor, dus dat zal ook allemaal wel. Ik heb even nog de ventilatoren naar beneden gehaald, want ik had dus boven die grote wesp op zolder. Toen durfde ik eigenlijk niet meer terug te zijn. Mijn moeder al, anders dan loop je maar eventjes terwijl we aan de telefoon zijn. Dan is het misschien minder eng. Die heb ik gepakt, die moet ik nog even afzuigen, want die ene is heel vies. Dus dat ga ik zo even doen. Dan ga ik even lekker douchen. Dan ga ik lekker eten en vanavond kijk ik gewoon weer Million Dollar Island. En de cover in Nederland. En dan ga ik even mijn nagels doen. En dan ga ik de foto's bewerken. En dan ga ik toch nog maar even een afleveringetje van Arcadia kijken. En weer verder met Vrouwenvleugel. Dus dat wordt verder dan ook de avond. En ik ga uiteraard nog even met Disney Spel lekker verder doen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu eventjes die dingetjes doen. Dan ga ik lekker douchen. En dan ga ik lekker op de bank. En ja, dat is het dan ook. Dus bij deze zou ik dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 15 mei. Ik ben klaargemaakt. Ik wil heel even terugkomen op de wedstrijd Groningen-Ajax van gisteren. Ik heb even sport gekeken en er is nu duidelijk geworden dus, van welke kant het kwam. Het is dus allemaal uit de kant van Groningen gekomen. Groningen is vorige week gedegradeerd en dat konden de supporters eigenlijk niet echt... waarderen. En daardoor hebben ze dus eigenlijk al aangekondigd dat er represailles zouden plaatsvinden. En in dit geval dus dat ze zouden gaan kloten. Om maar even zo te zeggen. Dat hebben ze vanuit de club nog wel geprobeerd tegen te houden door extra beveiliging bij die vakken neer te zetten. Ze hebben ook met vuurwerkhonden echt wel rondgelopen. Maar ja, dat heeft blijkbaar niet geholpen, want er zijn toch mensen die vuurwerk naar binnen hebben kunnen smokkelen. Ja, je vraagt je dan af, misschien had je deze wedstrijd sowieso zonder publiek moeten spelen. Maar goed, hebben ze niet gedaan en ja, dat is dus niet gelukt. Maar ja, daardoor kreeg je dus dit.
Het is nu dus zo, die wedstrijd wordt morgenmiddag om 3 uur alsnog uitgespeeld. Want dat moet dan binnen een week plaatsvinden. Omdat je nu tegen de laatste wedstrijden aan zit. En ja, dat is dan zonder publiek. Dus ik weet ook niet of die uitgezonden wordt. Voor Groningen valt er dus niks meer te halen. Want die zitten volgend jaar niet meer in de Eredivisie. Maar voor Ajax is er natuurlijk nog hoop op een derde plek. Zodat je in ieder geval Europa in kan. Maar ik blijf wel verbijsterd hoe vaak dit nu gebeurt. Want dit was nu in 1 weekend. Volgens mij is het bij 6 wedstrijden misgegaan. En er zijn er dus 2 van echt gestaakt. En de rest die zijn uiteindelijk wel uitgespeeld. Maar het was allemaal wel gedoe. Maar goed. Ik heb gisteravond Million Dollar Island gekeken. De groep wordt wel steeds kleiner. Dus op zich was het wel leuk. Daarna Alberto Stegeman, dat was ook wel weer heel heftig. Hij ging achter een oplichter aan. En daarna nog weer iemand die al eerder in een uitzending had gezeten. Dat was met Pro Anna. Dat ging over meisjes met anorexia die tot van alles dwong. En ja, er viel geen gesprek met deze man te voeren. Ik heb nog even lekker met Disney Game gedaan. Dat is echt super leuk. Alleen ik moet heel erg wennen dat de figuren hier andere namen hebben. Kwik, Kwek en Kwak, die heten ook anders. En Dagobert die heeft volgens mij ook een andere naam. En wij kennen natuurlijk Katrien en hun zeggen dan Daisy. Zou ik tegen mijn moeder. Ik zeg, ja, maar is dat nou eigenlijk dan Katrien? Ja, zegt ze, dat is in Engeland Daisy. Ik zeg, oké. Dat was wel heel leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik verder gegaan met Arcadia en weer Vrouwenvleugel. Ik heb mijn nagels gedaan. Dat is dit lakje. Deze. Een beetje een nude kleurtje. Dit is de kleur 99 cent inside. Dus dat heb ik ook gedaan. En daarna lekker naar bed gegaan om het boek te lezen. Ik ga zo lekker aan de gang. Ik heb het raam openstaan. Het even een beetje door te luchten. Dus gaan buien aankomen aan het einde van de middag of dag in ieder geval. En ja, nu is het nog redelijk... het is nu nog droog. Het zou ook heel zonnig zijn, maar ik zie hier geen zon. Ik zal eens eventjes kijken hoeveel graden het is. 16. Oh, het is al wel wat frisser. Nou, dat is wel lekker. Daarom heb ik de dingen openstaan. Nog wel even de ventilator uitgezogen. Die had ik dus naar beneden gehaald. Maar het probleem is dus... Kijk, dit hier al in het midden, dat krijg je bijna niet schoon. Ook niet met een stofzuiger. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat weg moet halen. Maar goed, dat. Ik ga zo even lekker aan de gang. Ik ga de kattenbakken doen, want die ruiken. Ik ga de douche doen in de gang. Even een was aan zetten. En ik heb voor jullie nog wat andere klusjes gedaan. Ik had nog een wasje weggevouwen. Ik heb mijn... Plate heb ik, mijn sprei heb ik opgeborgen. Die heb ik in de vacuümzak van de Action gedaan. Ging echt super goed ook. Dat is wel heel anders, want hier zit een dopje op. Dat is wel makkelijk. Dan kun je het dopje er weer terug opdraaien. Dus dat zal ik jullie laten zien. Dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. Dus even een muziekje aan en even lekker aan het poetsen. Want dan ben ik ook alle stinklucht hier weer kwijt.
Zo, ik heb alles weer lekker klaar. Ik heb nu nog even de ventilator aanstaan. Ik vond het toch best wel een beetje warm. Maar de kattenbakken zijn weer heerlijk schoon. Die ene, daar was weer, zat weer allemaal vocht overheen. Dus die heb ik even naar buiten gegooid. Die heb ik eventjes gegooid. Nou, gezet. Niet gooien, want dan gaat die kapot. Die heb ik even wat ingespoten. Daar heb ik even een emmertje sop overheen gegooid en een emmer water. Maar de volgende keer, mocht dat weer zo zijn, zou ik het niet op het balkon doen. Dan maar eventjes bij het portiek, want het is net krap zat. Ik krijg hem net niet goed langs de deur heen. Dus dat was een beetje lastig. De wesp heb ik trouwens boven niet meer gezien. Dus nou, de gang is lekker schoon, de douche is weer lekker schoon. De was die is nog aan het draaien. Die zal ook bijna klaar zijn. Ik heb de laatste was even weggevouwen, dus het kan van de week mooi naar boven. Dus ja, op zich prima. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer Chateau Meiland. Dat ga ik natuurlijk weer kijken. En daarna de politie-eenheid eventjes en nog wel even een spel doen. Daarna ga ik even mijn blogpost schrijven. Ik wil eigenlijk nog even kijken hoe dat zit op de website van T-Mobile. Omdat het natuurlijk van de week allemaal overgezet wordt. Omdat je er met de cloud gaat opnemen. Of ik daar gelijk gebruik van kan maken. Omdat ik nu al een opnemerpakket heb. Of dat ik dat zelf aan moet zetten. Ik heb ook gelezen dat bij sommige mensen naar zo'n update opnames wel blijven staan. Dus ik weet het ook niet precies. Dus dat moet ik maar eventjes gaan zien. Nou, daarna ga ik dan even verder met Acadia en Vrouwenvleugel. En dan ga ik lekker weer eventjes mijn boek lezen in bed. Dus dat wordt het dan ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niet zoveel meer doen. Ik ga zo wel even het raam dicht doen. Want er komt nou ook best wel wat frisse lucht van de ventilator. En ik heb niet het idee dat het heel erg doorwaait. Dus dat is ook wel fijn. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 16 mei. Ik ben klaargemaakt. Last minute is de planning even veranderd. Ik hoorde gisteravond dus dat ik vandaag boodschappen ga doen. Ik wist al wel dat het vandaag of morgen zou zijn, omdat het donderdag hemelvaartsdag is. Maar toen kreeg ik dus een appje dat het vandaag werd. Daar had ik eerlijk gezegd niet zo heel veel rekening mee gehouden. Ik had gedacht dat ik het dan wel gehoord zou hebben, maar goed. Het wordt dus vandaag rond 4:30. Dat betekent dat ik daarvoor nog eventjes mooi 2 video's op kan nemen en dan ben ik ook klaar. Maar ik ben wel blij als alles weer een beetje normaal is. Want elke keer die dagen dat dan de donderdagen wegvallen, ik vind het wel vervelend. Want ik heb dan zo mijn planning zo strak en dan moet ik hem toch weer veranderen. Maar goed, dat komt vast wel weer goed. Gisteravond heb ik Chateau Meiland gekeken. Dat was wel weer leuk. Daarna eventjes de politie-eenheid. Vond ik ook wel spannend. Ik heb nog even een game gedaan. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. Heb ik nog wat boeken op mijn e-reader gezet en wat muziek op mijn iPod. Toen ben ik verder gegaan met Arcadia en waar ik het bij de eerste aflevering een beetje afhaakte, vind ik het nu toch wel heel interessant en spannend. Dat is dan toch raar dat je dan soms toch door 1 aflevering heen moet. Maar goed, waarschijnlijk, ik kan vanavond de laatste kijken, alleen dan loop ik er nog een paar achter. Ja, en dat ga ik niet meer redden voor morgen, want morgen rond 9:00 wordt dat kastje dus gereset. Dus ik hoop dat ik dat dan nog ergens terug kan kijken of zo. Ja, ik heb er gewoon niet bij stilgestaan. Het kwam ook een beetje in 1 keer zo van, oh ja, we gaan nu dat kastje resetten. Dus dat kwam eigenlijk een beetje onverwachts. Dat wist ik ook niet. Maar ik heb wel in bed ook weer lekker mijn boek gelezen. En ik heb Vrouwenvleugel nog gekeken. Dus dat was verder allemaal prima. Er is niet zo heel veel tijd voor de boodschappen. Dus ik ga jullie nog wel even meenemen. De supermarkt in me verder niet naar een andere winkel. Dat vind ik wel leuk om een beetje af te wisselen. Maar er is nu gewoon niet veel tijd. Dus ik hoop dat ik dat volgende week weer een keertje kan doen. Gewoon eventjes een Hema of een Zeeman vind ik ook altijd wel leuk. Maar goed, dat is nu eventjes geen tijd voor. Ik ga stofzuigen in de bakken scheppen. Dan ga ik eerst even 2 video's opnemen. En dan neem ik jullie straks nog wel even mee naar de supermarkt. Dus ik ga dat eventjes doen.
allereerst dit jurkje nog bij de Lidl. Die was nu in de aanbieding. Ik wil hem ook heel graag in zwart. Die hadden ze nu niet in mijn maat. Dus ik ga nog even kijken of ze die online hebben. De grote schnitzels, die hadden ze weer. Dus die heb ik gekocht. Koffiemelk. Koffiepads. Helemaal extra dark. En ook de mokka. Dat is nu 46 stuks. Dus dat vond ik op zich wel goed. Bij Lidl hadden ze de kuppensoep in de aanbieding. Dus ik heb 2 doosjes meegebracht. Even iets weghalen. Maar even hier zitten. Mickey. Stoppen. Harico perts. Spekjes. Pedaalemmerzakjes. Chocomel. Dan deze hele grote XXL doos met kattenvoer. Die zitten wel 24 zakjes in. Dus dan heb ik voorlopig even genoeg. Mickey, hou op. Bonen. Spekklappen. Slavinken. Dan heb ik Felix. Daar was ik een beetje aan het balen, want ik heb deze bij de Plus gekocht. Toen zag ik dat hij bij Lidl ook was en veel goedkoper. Toetjes. Patatjes. Aardappeltjes. Frikandellen. En shawarma voor lekker donderdag. Ik ga dit nu eventjes lekker opruimen. Het is allemaal wel gelukt met de video's. Dat was allemaal fijn. Dus dat heb ik allemaal nog gered. Dan ga ik zo meteen nog eventjes lekker relaxen. Straks lekker douchen en eten. Vanavond ga ik weer dag en nacht kijken. Want daar heb ik nog één van staan. En dan moet ik alleen... Oh ja, morgen zit ik dan wel goed. Dus dat ga ik lekker doen. Misschien alvast een stukje van kopen zonder kijken. Moet ik eventjes zien. Dan ga ik de vlog afmaken. Video of foto's bewerken. Acaria kijken. En daarna wil ik er... Vrouwenvleugel en dan weer slapen. Of naar bed om een boek te lezen en dan slapen. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje van mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Ik hoop in ieder geval toch dat je het weer leuk vond. En ik wil je natuurlijk bedanken voor het kijken. En ik hoop je in ieder geval bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!